Mijn groene springplank was een jaar of 7 geleden toen ik dacht, als ik op vakantie ga, waarom ga ik dan eigenlijk met het vliegtuig? Sindsdien doe ik dat niet meer en mijn vakanties zijn een stuk relaxter, overzichtelijker, ik zie net zoveel, ik rust er beter van uit. En ik bedacht me ineens, je hoeft helemaal niet naar Nieuw-Zeeland, Schotland is net zo mooi. En het was een springplank naar de rest van mijn gedrag, want ik vroeg me bij veel meer dingen af, waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? Heb ik dat zelf bedacht of is dat de commercie of andere dingen die op mijn leven invloed hebben? En dan kan er ineens heel veel anders en dan voel je je eigenlijk ineens een stuk beter. Ik leerde laatst van iemand de uitdrukking, probeer je footprint zo klein mogelijk te krijgen en je handprint zo groot mogelijk. Wat heb je eigenlijk te geven? En als je daarmee bezig gaat, dan wordt je leven ineens een stuk leuker.